een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente. Een leerzame en inspirerende boodschap voor deze dag en de rest van de week. Leven lang leren. Vandaag is woensdag 9 oktober. De dagteksten van vandaag komen uit Psalm 119, vers 73 en 2 Thessalonicenzen 2, vers 15. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden. Paulus schrijft: wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Leven lang leren, dat vragen werkgevers vandaag van hun medewerkers. Zoveel dingen in onze wereld en zoveel processen op de werkvloer veranderen in een rap tempo. Daar moet je bij blijven, je aanpassen en kort gezegd leven lang leren, conferenties bezoeken, boeken lezen, webinars volgen. Soms kan dat behoorlijk vermoeiend zijn. Ook ons geloof daagt ons uit om het leven lang te leren. Een vrome Jood ziet het bestuderen van de Bijbel als inhoud van zijn leven. De geboden leren, de verhalen van God en zijn volk bestuderen, in de traditie blijven, dat is voor een vrome Jood de zin van zijn bestaan. Ook de vrome Jood Paulus vraagt om standvastig bij het oude te blijven. Kan dat nog in onze tijd van snelle veranderingen? Heeft het nog zin om eeuwenoude woorden te leren? Ik denk van wel. Het gaat erom om de oude verhalen, de geboden van duizenden jaren geleden in de context van onze tijd steeds opnieuw te ontdekken. Soms beginnen oude woorden opnieuw te stralen in onze moderne context. Ze lijken actueler dan ooit. Andere woorden hebben heel wat inspanningen nodig om ze toe te passen op onze tijd. In de traditie van de broedergemeente worden we door de dagteksten dagelijks uitgenodigd en uitgedaagd om de eeuwenoude woorden te lezen als woorden voor vandaag. We worden uitgenodigd en uitgedaagd om ons leven en de wereld om ons heen te zien in het licht van deze woorden. Er zijn dagen waar dat moeilijk is. En dan weer komt er een moment waar een woord direct in onze situatie van vandaag spreekt. Vandaag worden we bemoedigd om Gods woorden tot ons te laten spreken door de psalm die zegt: we zijn van God. Hij is nabij. Hij wil ons leren om vandaag een goed leven te leiden. Wij mogen ook in de moderne tijd steeds opnieuw de oude woorden tot ons laten spreken. Eeuwige God, die mij gemaakt heeft en gevormd, schenk mij vandaag een woord dat mij helpt om op uw wegen te leven en te leren wat goed voor mij is. Amen. Wij hopen dat deze woorden uw kracht en inspiratie geven. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering. U kunt de podcast op het platform van uw keuze downloaden. Volg ons. Zo hoeft u geen aflevering te missen. Een gezegende week.